Hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk wel goed. Nou, we zitten weer in het ritme nu. Ja, je bent sinds kort actief bij Cambuur. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Een halfjaartje niets? Of, ja, ik heb natuurlijk wel getraind. Ja. Personal training, ik ben in een club meegetraind. Dus ja, je blijft wel bezig en fit. En hoe kwam Cambuur zo op je pad? Ja, de trainer ken ik natuurlijk. De directeur belde mij zaken, of heeft contact met mijn zakennemer gehad een tijdje lang. En op een gegeven moment heb ik de trainer geappt van, nou, heb je me nodig? En toen was het antwoord, nou ja, ja, misschien wel ja. Dus toen ben ik daarheen gegaan en ja, eigenlijk na een dag zeiden ze van, nou, kom alsjeblieft bij ons. Nou, ja, of kom bij ons, wil je komen. En hoe gaat het nu in Leeuwarden? Sportief natuurlijk moeizaam, maar het is een gezellige, vriendelijke club. En voor jouzelf, de eerste week, hoe zijn die bevallen daar? Ja, je moet natuurlijk weer in het ritme komen, een paar keer ingevallen. En nu was voor mij dan weer voor het eerst 90. En dat was voor mij natuurlijk wel fijn. En, dus ja, op zich eigenlijk persoonlijk wel prima. Ja, vanmiddag weer even terug waar het voor jou eigenlijk allemaal begonnen in de betaalde voetbal. Absoluut. Ja, wat kun jij nog herinneren van jouw begintijd hier in Almelo? Ja, toen was het stadion natuurlijk anders. Ja, alles was wat, moet je zeggen, het is nu echt professioneel zoals alles eruit ziet. Dat was toen natuurlijk anders. Ja, en wat waren je hoogtepunten, zeg maar, hier de eerste jaren? Bekerfinale. Je bent natuurlijk zelf gespeeld. Play-offs gehaald, het eerste jaar volgens mij dat we hier waren. Ja, we hebben natuurlijk echt mooi voetbal gespeeld waar Nederland over sprak. Daar was ik zelf ook onderdeel van. Waar we het over hadden toen met de drie verdedigers. Eigenlijk heb ik echt best wel veel leuke dingen hier meegemaakt. Ja, dat heeft denk ik ook de basis gevormd voor een hele mooie carrière voor jou. Ja, absoluut, absoluut. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat is ook, ik ben hier ook gaan wonen en mijn vrouw ontmoet. Dus voor mij is Almelo sowieso een speciaal iets. Ik ben een soort half Almelo geworden, dus ja, dat absoluut. En daar hoort Heracles ook bij. Ja, wat maakt Almelo dan zo mooi voor jou? Ja, weet je, het is gemoeilijk. Op een gegeven moment kom je ertussen, een vrouw komt er vandaan, dus heb je een schoonfamilie hier. Nou, op een gegeven moment bouw je steeds meer op. En ja, ik hou er wel van hoe de mensen hier zijn, hoe de mensen hier denken. Ja, na Heracles heb je verschillende clubs gehad. Wat was jouw mooiste tijd daarna, bij welke club? Poeh, lastig. Kijk, iedere club heeft wel zijn dingen. Ik ging natuurlijk van hier naar PEC, daar was niet iedereen blij mee. En, maar goed, dat was voor mij persoonlijk was het wel top, want we hadden een topjaar daar. Ik zelf ook. En daardoor kon ik een mooie transfer maken naar AZ. En dat is denk ik wel het hoogste niveau. Alleen, weet je, Willem II heb ik ook een geweldige tijd gehad, veel goals gemaakt. Dus ja, Turkije was ook bijzonder. Ik kijk wel terug op veel bijzondere clubs en momenten. Ja, je zegt al AZ. Had er voor jou nog meer in gezeten, denk je? Ja, misschien wel langer, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Maar door omstandigheden, ook blessure gehad, ook ik heb bij Willem II toen een heel goed jaar gehad. Toen had ik heel veel clubs waar ik uit kon kiezen, alleen die kleine was toen ernstig ziek geworden. Dus wilde ik per se in Nederland blijven, dus ja. De kansen waren er toen om naar een mooie competitie te gaan, ook top 5 competitie. Dat is toen niet gebeurd. Heb je daar nu nog dat je zegt van, god, dat vind ik echt jammer, of ja, loopt het zo? Ja, tuurlijk. Nee, sportief wel, maar dat had ik toen al. Alleen uiteindelijk is er één ding belangrijk en dat zijn mijn kinderen en mijn vrouw en mijn gezin. En weet je, dat gaat boven alles. Ja, je zegt al Turkije geweest, nu weer terug in Nederland, een tijdje bij Fortuna nog gespeeld. Ja. Nu bij Cambuur Leeuwarden. Is dat ook iets waar je de komende tijd wil blijven bij Cambuur? Nee, ik heb tot het einde van het seizoen getekend en dan zien we ook wel wat de club doet, hoe ik er zelf voor sta, wat ik zelf denk. Het is natuurlijk niet om de hoek. Dus het ligt eraan degraderen ze, welke kant willen ze op, blijven er wel in, kans is er nog. Daar ligt het echt allemaal aan. Ja, als je dan kijkt naar je thuisbasis, volgens mij is dat allemaal mooi nu, toch? Ja, daarom. Dus ik ga daar niet zo snel mee weg, nee. Zeker mijn gezin niet. En dan nu op de fietsje weer naar huis? Ja, het regende. Ik was wel van plan om op de fiets te gaan, maar nee, toch maar met de auto gaan. Precies, top. Ja. Veel succes de komende tijd bij Cambuur en dan spreek je snel weer. Jullie ook.